Mede mogelijk gemaakt door Blueband. Nou, wat ze nu doet, waarom? Ja. Ik begrijp het wel, maar ze komt uit een groot idolsgeveld en dan staat ze gisteravond dit liedje voor het eerst zien met een band en met alles eromheen, met dansers of danseressen dan. Ja, dan moet ze nu ineens helemaal alleen doen. Dat is wel eventjes wennen. Je moet je er doorheen blazen. Ja, dat doet ze dan wel heel knap, vind ik. Zo. Er hangt iemand om jouw nek. Die rent nu weg, Nick. Ja. Je hebt een zender, dus hoe is dat dan op een heel klein podium? Je hebt inderdaad steeds op dat grote idolstuk, de grote idol steeds. Kunnen jullie gaan eten? Want anders dan durven jullie niet. Maar vertel. Ja, het is inderdaad. Ik was even zenuwachtig weer. Later even, ze moeten even ontspannen. Ze heeft kip en dan moet ze weer aan de pizza. Je bemoeit je altijd met mijn gebaren. Laat die vrouw nou even af. Even de ach, houd toch je mond. Wat zei je? Dag. Nee, het is, het is een klein gezellig knus podiumpje ook. Maar is het moeilijker, zoals hij zegt? Ja, eerlijk gezegd is het wel moeilijker, want je bent inderdaad dat groot podium gewend. En nu is het van, nu moet je het... Dus we zijn niet meer goed genoeg voor. Nee. Je staat een beetje op dat podium en je vindt dat niet meer goed. Maar je doet het juist briljant, want weet je moet wennen aan dat je helemaal alleen in je uppie staat. Ja, precies. Dat is het grote verschil. Ze stond echt in een eentje en ik voelde wat zij voelde. En dat is dan echt even wennen. En dan word je zenuwachtig van. Ja, dat is gewoon eng. Zelfs als je zo goed bent en als je al lang bewezen hebt dat je het kan. En dan is het toch weer even eng. Ik vind het heel knap hoor. Maar het is ook zo, bij idols is het natuurlijk, er staat een heel team. En er staan mensen schoenen uit te duwen. En jurk en broeken en haarstukken en lippenstiften, weet ik veel wat. Dat valt nu natuurlijk ook allemaal weg. Moet je dat dan allemaal zelf gaan ondernemen? Want hoe gaat dat dan? Op zich hoef ik niet al te veel te ondernemen, want het management heeft het in principe. Iemand heeft jou in management nu genomen. Ja, ja. Geldt dat voor alle idols of alleen voor jou? Ik denk dat het wel voor alle idols zal gelden waar er verder mee gewerkt wordt. Hoe zit dat? De laatste 12. Ja. De laatste 12 zitten allemaal in een management? Nou, in principe wel, maar je weet niet of ze allemaal daar even lang zullen zitten. Oh. Als ik eerlijk ben. Want hoe lang hebben ze nu hun zekerheid? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben het management natuurlijk niet. Mm. Maar Nicky die zal het langst zitten. Ja, dat denk ik ook. Maar dus daar, die regelen de dingen nu voor jou? Ja. Was je blij met de styling gisteravond? Ik was heel blij met de styling gisteravond, ja. Ja, het is toch alles is... Omdat ik vond dat je wel heel veel jurken aan had. En ik had je wat stoerder in sommige liedjes willen hebben. Dat is niet naar bedoeld, want anders ben ik alleen maar daarna man die met berichten komt. Nou. Nee, maar de reden met allemaal jurkjes waren was juist omdat het galaavond is, de laatste finale avond. Dus het was gebaseerd op glamour en glitter. Dus ik vond het wel heel toepasselijk. Op glamour en glitter? Glamour en glitter. Okay. Kijk, kijk eens mooi ook met die... Dat was een prachtige jurk. Alleen het groene jurkje vond ik, daar had ik je een stoerder outfit gewild. Maar wie ben ik? Ik ben ook maar... En hier had ze toch een hele stoere pak aan. Oh ja, daar was Cor er nog een beetje lelijk over. Want na het optreden met, hoe heet jouw Cor ook alweer? Hoe heet het Cor? Inside Out. Na het optreden met Inside Out zei Gordon letterlijk... Hij kreeg een EO jongerendag gevoel. Ja. En hij vond dat je de plank volledig missloeg met dat nummer. Toen leek je uit het veld geslagen. Was je dat al? Ja, toch stiekem wel een beetje. Ik wist niet zo goed wat ik met het kritiek aan... Oh, je microfoon valt weg. Moet nu playbacken. Dus voor het eerst dat je op televisie playback. Toch wel een beetje. Ja, ik was een beetje... Ik vond het wel heel jammer natuurlijk. Want ik had er heel erg naar uitgekeken om met Inside Out te zingen. Mm-hmm. En het feit dat ik daarmee de plank mis had geslagen was een beetje van... maar kan je iets zeggen over mijn zang? Dat had hij uiteindelijk ook gedaan, dus dat was goed. Ik vond het even op dat moment niet echt heel erg handig en oké van Gordon. Dan ga ik even naar jullie kijken. Nou, dat mag ook. Nee, dat mag je kan niet zeggen op zo'n avond, je slaat hiermee de plank volledig mis. Je kan zeggen, ik hou er niet van, maar je zegt niet, je slaat de plank volledig mis. Ik vind wel dat je dat wel kan zeggen. Nou. Ik hou er hiermee van. Sla jij de plank? Nee, ik zeg volledig mis. Nee. Wat vind jij, Erik? Op zo'n avond, met zoveel druk. Kijk, we... Journey. Even stilte, jongens. Journey gaat het. Nee, maar het is wat Erik zegt, dat je er helemaal alleen voor staat. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, in het proces van groeien in professioneel zangeres zijn... dat het ook je beroep wordt en je boterham ermee verdient... Mm-hmm. Ja, daar moet je een beetje voor afharden, noem ik dat altijd. Moet je een beetje... een schildje om je heen hebben dat je beschermt voor allerlei invloeden van buitenaf. Dus ook die kritiek. Want mensen die
jou bewonderen. Er zitten natuurlijk ook mensen tussen die hele andere plannen met je hebben, bijvoorbeeld. En mijn band zei vroeger altijd, gewoon met je voeten op de grond blijven. Met de volgende hit weet je pas of je verder mag bestaan. Dus. Dat zijn toch wel weer goede woorden.